Vandaag is de laatste dag van ons kamp, jammer. Maar en morgen is er wel nog feest. Als we de film tonen daar, zou er ook iemand een welkomstwoord moeten doen. Maar we gaan dat straks allemaal goed afspreken. En we gaan ook awards uitreiken. Morgen gaat de kortfilm Het is niet zwart-wit in première in Cinema Oost. Hij komt nadien ook op YouTube. Deze kinderen hebben hem samen helemaal ineengestoken. De film gaat over racisme, dat we eigenlijk willen tonen aan de mensen dat racisme niet oké is. Omdat racisme gebeurt overal in de wereld heel veel. En we moeten dat echt laten zien aan de mensen. Jullie zwarte beschouwen niet tegen zwartrijders. Excuseer. Ik was in de scène van de bus. Ik was stil eigenlijk en ik was bang. En dat had ik op de film gedaan. Ik moest niet zeggen dat ik bang was. De kinderen kozen zelf het onderwerp voor hun film. Racisme is hier heel heftig aan het worden. En als de mensen daar naar kijken, zullen ze denken zo van, ja, ik moet beter stoppen met dat te doen. Er zijn mensen die mij dan neger noemen of chocola. En ja, dat vind ik niet zo leuk. Anders. De schuld op een ander steken, dat kan uw volk goed, hè? Ik ben blij dat er superveel mensen zo gaan kijken naar onze film. Zijn we misschien te ver gegaan? Ja, de! Ik hoop dat ze dat supergoed vinden. Dat ze applaudisseren, roepen dat dat goed is en zo. Dat wij dat vaker moeten doen. Dat wij vaker over problemen moeten praten. Hey, supergoed dat je naar Karrewiet kijkt. Als je nu nog meer nieuwsvideo's wil bekijken, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal en bekijk ook deze video's. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Zeker doen.